beste mensen. Ik ben bijna 80 en ongeveer 70 jaar geleden kwam ik voor het eerst op de fiets vanuit richting Zuid-Zanden, Oostburg binnen. En toen waren de volkstuintjes er al. Dus ik vraag me af inderdaad waarom de volkstuintjes nog steeds zo'n probleem zouden moeten zijn. Eigenlijk dateert het probleem van 2008. Dat was onder de toenmalige wethouder Karim Bolijn. En ik denk dat meneer Ploegaert ook zich dat nog kan herinneren, want hij zat waarschijnlijk toen wel in de raad. Toen, wat was voor de huidige omgevingsvergunning van kracht werd. En het is toen op tafel gelegd, maar is niks meer gedaan. Waarschijnlijk was dat te kort na de samenvoeging van de gemeentes, de fusie. En toen was het natuurlijk heel moeilijk, je moest je inwerken. En alle ambtenaren moesten ook wennen aan de nieuwe situatie. Heel veel ambtenaren vertrokken en veel ambtenaren kregen ook een nieuwe functie. In feite werd het pas manifest toen in 2018, toen de huidige bewoner van het aangrenzende pand, op de, even kijken, hoe heet dat ook weer, daar de, ah ja, goed, hier, jullie weten waar de volkstuintjes is. Ik heb altijd moeite met die straatnaam. Oké, de Veerhoek Polderweg, dankjewel. Bezwaar aantekende tegen het feit dat het stuk grond voor volkstuintjes werd gebruikt, want de bestemming volgens het bestemmingsplan was agrarisch. En dan hoorden daar geen volkstuintjes op. Daar is toen een procedure gestart met heel veel geschrijf links en rechts en uiteindelijk zelfs een rechtelijke uitspraak. Het gevolg was dat in 2019 de volkstuintjes, het gebruik van de grond als volkstuintje werd gelegaliseerd. Edoch, die uitspraak was wat verwarrend, want op de ene pagina van die uitspraak van de gemeente, het besluit dus, stond dat er vergunning moest worden aangevraagd voor de bouwsels. En een pagina verder stond dat de omgevingsvergunning ook gold voor de bouwsels. Ja, dus dat was wat verwarrend. Hoe dan ook, er werd op dat moment door de eigenaren van de grond geen aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouwsels ingediend. En dat gaf reden voor de bewoner van het betrokken pand om opnieuw bezwaar aan te tekenen. En dat is vorig jaar ook gebeurd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een advies van de bezwaarschriftencommissie aan het college om handhavend op te treden. En met als hoofdreden eigenlijk van er is geen zicht op legalisatie, omdat er geen vergunningsaanvraag was met het doel om die bouwsels te legaliseren. En dat de commissie zag geen andere mogelijkheid dan te adviseren aan het college om dan handhaving te starten. Heeft uiteindelijk geleid tot een brief van de gemeente van, even kijken, 14 februari van dit jaar, waarbij de eigenaren werden gesommeerd om binnen 4 weken de bouwsels te laten verwijderen op straffen van een dwangsom van iets van 3500 euro ongeveer. En dat is de reden waarom, nadat wij daarover geïnformeerd waren, de staatsraad dat heeft aangetrokken. Toen werd door het college toegezegd dat ze dat goed zouden regelen en wij zouden tussentijds worden geïnformeerd. Helaas is dat om welke reden dan ook niet helemaal optimaal gebeurd. En daarom zitten we nu in deze situatie. En daar wou ik het voorlopig bij laten. Dan wil ik eigenlijk even het woord geven aan de heer Ploegaert. Ja, dankjewel. Ja, Bob, eigenlijk kan ik niks meer toevoegen aan jouw verhaal. We hadden de vorige contact gehad en al en ik dacht van, goh, dat is bijna het complete verhaal. Nee, ik moet eerlijk zijn, als ik zelf even terugpak in 2018 toen we daarmee geconfronteerd werden. Ja, toen dacht ik van ja, dus, laten we eerlijk zijn, gewoon flauwekul. Laten we nu gewoon zorgen dat het in orde komt en al. En ik was zelf in de veronderstelling, maar goed, dat heb je wel eens vaker als je in de politiek zit. Dat je denkt van nou, het is heel snel geregeld en snel opgelost en al. Ik dacht van nou, een paar maanden en dan hebben we dat allemaal weer in orde. Nou, de werkelijkheid was iets anders. Bob die heeft eigenlijk al heel het proces min of meer geschetst. We hebben toen wel inderdaad, dat was overigens ook de insteek van het overleg wat we hadden dus met de Stadsraad in 2021... dat we in ieder geval het gebruik van de grond zouden legaliseren. En dat is allemaal rond nu in feite, dat is gelukt. Alleen, er moet nog een omgevingsvergunning komen voor de bouwwerken. Want dat zit dus niet verbonden aan de legalisatie van de gronden. Bijvoorbeeld, u heeft een stuk terrein liggen en er wordt een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd op grond waarvan u daar mag wonen. Maar als u daar een woning wilt bouwen,
Ja, dan zul je een omgevingsvergunning moeten aanvragen voor de bouw van die woning. Nou, dan heb je de bestemmingsplan, je hebt de bouwbesluit, bouwverordening, je hebt welstand die dan komt kijken. Nou, en dat is hier ook inderdaad het geval. Nou weten we dat dat best lastig is, want het is een uitgebreide bestemmingsplanprocedure die daarvoor gevolgd moet worden. Dus eigenlijk afwijking van de omgeving of van het bestemmingsplan met de omgevingsvergunning. En we hebben daar afgelopen week ook in het college uitgebreid over gesproken en zeiden van nou, we moeten kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen. Dus wij treden in contact in ieder geval ook met de eigenaren en we gaan kijken naar een oplossing. Want er zit een kostenaspect ook aan vast, dus we gaan ook kijken of we daar nog een oplossing voor kunnen vinden. Maar je moet als gemeente ben je gebonden aan verschillende richtlijnen. En je kunt niet zomaar zeggen van nou, dat doen wij dat wel eventjes, want we moeten het voor een ander ook doen. Hè? Dus u kent het woord presidentschapping ook wel. Maar we gaan kijken of die legalisatie van die bouwwijk, of we dat ook op relatief korte termijn kunnen regelen. We hebben inmiddels gezegd ook van nou, we gaan de soort gedoogconstructie gaan wat verlengen. Er is inmiddels een voorlopige voorziening aangevraagd. En ja, dan moet ik eigenlijk maar stoppen, want dan zit het onder de rechter. En dan moeten we afwachten hoe de rechter daar een uitspraak over doet. Maar ik hoop dat het in ieder geval, ik zal het zelf denk ik in mijn wethoudersperiode helaas niet meemaken. Maar ik ga er wel vanuit dat het op korte termijn rond is. Vervolgens moeten we ook eens kijken, want ik denk dat er binnen de gemeente Sluis meerdere volkstuintjes in gebruik zijn. En het zou me niet verwonderen dat die ook niet bestemmingsplanmatig geregeld zijn. Dus ik denk dat we ook moeten kijken of je door we noemen wel eens het woord veegwet. Dus dat je dan inderdaad in één keer alles meeneemt en probeert alles in orde te brengen. Dus, maar dat zal best nog wel spelen. Zolang er natuurlijk geen verzoek tot handhaving wordt ingediend, dan kun je gewoon verder gaan. Maar we zitten wel in een democratie, mensen. En dat geeft rechten, dat geeft ook plichten natuurlijk van beide kanten. Dus we proberen dit zo goed mogelijk op te lossen. En ik ga ervan uit dat dat ook gewoon gaat lukken. Maar het moet even zijn tijd hebben. Dat is het. Maar Bob had in feite dan volgens mij de hele voorgeschiedenis netjes verteld. Er was geen spel tussen te krijgen, Bob. Dus oké, bedankt. Het gaat even om de volkstuinen. Want ik begreep dat bij het kernbezoek van 2021 het ook te sprake geweest is, de volkstuin. En dat toen toegezegd is om het een en ander ordentelijk te regelen. En de volgende reactie van het college was in maart van we gaan handhaven en de kotjes moeten verdwijnen. Wat is in die tussenperiode gebeurd? Ja, dat klopt, maar dat heb ik net ook aangegeven. Er is toen gezegd bij het kernbezoek ook en al, we gaan het gebruik legaliseren. Maar de volgende stap is in feite de bouwsels erop. En dat kan niet in één keer, want er moet een aparte vergunning voor zijn. Dat is de volgende stap. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen in overleg met de gebruikers en eigenaren. Okay. Dus dat pakken we wel op. Nee, maar dat is goed in beeld hoor. Dus, oké, bedankt. Ja? Maar ik heb ook aangegeven, dat gaat nu niet binnen een week nog gaan lukken. Nee. Nee, maar we hebben er contacten over dus. Oké. Kijk, de heer Ploeghart, ik vind het heel fijn inderdaad dat er toch weer gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn om een en ander in gang te zetten, om het weer vlot te trekken. Het is natuurlijk zo dat het uiteindelijk van 2 jaar terug is al, dat de belofte is gedaan van eigenlijk iets wat al 60 jaar niet goed geregeld is, om dat nu goed te gaan regelen. Dus dat wilde weer in gang zetten, dat is prima. Ik weet ook, ik spreek waarschijnlijk met een wethouder die straks geen wethouder meer is. Ik heb het al respect. Maar ik hoor nog niks heel concreets. Het is zo dat er wordt wel nu echt de best gedaan zeg maar, om een en ander te gaan legaliseren. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu denk ik 7 of 8 keer naar de gemeente gebeld heb. En proberen de betreffende medewerker aan de lijn te krijgen die geen tijd heeft voor me. Ik denk dat ze het allemaal heel druk hebben. En dat misschien ook de volkstuintjes natuurlijk ook niet het belangrijkste zijn. We zijn misschien aan katzand dingen aan het ontwikkelen die veel belangrijker zijn. Dus ze zijn maar een klein speeltje. Maar we willen toch wel graag de aandacht die we verdienen, denk ik. En die krijgen we toch iedere keer niet, heb ik het idee. En ik zou liever toch nog iets meer concreet willen. Zo van nou, over een maand gaan we bij elkaar zitten. Dan moeten we, we willen ook duidelijkheid van wat verwachten jullie van ons. Wat zijn echt de bouwwerkjes die eventueel gewoon standaard al zo mogen staan. Mogen we bijvoorbeeld kisten wel neerzetten. Wat zijn de beleidsregels? En die probeer ik van de gemeente te krijgen. Maar die heb ik dus nog steeds niet gekregen, omdat ik niet de goede ambtenaar aan de lijn kan krijgen. Die is denk ik een beetje overbezet. Maar ik wil wel, of wij willen allemaal heel concreet natuurlijk van wat is er mogelijk. En daarom zitten ook al, dat is ook geweldig dat die allemaal gekomen zijn, onze vrienden uit de volkstuin.
Want we willen natuurlijk ook samen kijken van wat is er mogelijk. Hè? Eén gebouw en dan allemaal bijgebouwtjes. Want dan krijgen we geen duidelijkheid op. En zo kunnen we ook niet verder bouwen. Dus we willen nou echt wel heel concreet op korte termijn stappen maken. Want ondertussen moet ik vanavond de griffierechter gaan betalen voor de rechtbank. Omdat we een voorlopige voorziening nodig hebben. Omdat de gemeente ons niet heeft kunnen beloven van we zien af van handhaven. Want dan zou vanaf morgen denk ik de bulldozer over de volkstuintjes gaan. Dat stond wel in de brief, sorry. We hebben wel een brief gekregen. Over 4 weken moet alles weg. Anders kost het een enorme zak geld. En we zijn er allemaal, mag ik echt wel zeggen, vreselijk van geschrokken. Dus ik hoop wel dat we snel uitsluiting krijgen van dat we in ieder geval niet die vreselijke bedragen moeten betalen. En dat niet morgen de bulldozer er staat. En liefst zou ik ook niet naar de rechtbank gaan. Want juridisch tegen de gemeente procederen, ik ben bang dat wij dat niet kunnen. En daar heb ik eigenlijk de financiële middelen niet voor, als we heel eerlijk zijn. Nee, de boodschap is heel duidelijk ook natuurlijk. En ik moet ook altijd doen aan verwachtingsmanagement natuurlijk en ook teleurstellingen voorkomen. Dus als ik nu een uitspraak ga doen, ik heb toch een paar keer proberen uit te leggen dat die toezegging die toen gedaan was, ging over het legaliseren van het gebruik van de gronden. Het waren agrarische gronden en er moest een bestemmingsplanwijziging komen in feite voor het gebruik daarvan. Maar om dan de opstallen, dat vergt een heel andere procedure ook en al. En dat is ook aan de voorkant ook, in die zin was niet direct onduidelijk, maar het kwam erop neer en dan ga ik misschien al te veel in detail. Maar het bleek in feite dat als je dat als bouwvlak totaliteit pakt, dat er bijvoorbeeld maar maximaal iets van 50 vierkante meter bebouwing op mag komen. Terwijl er bij wijze van spreken nu iets van 70 vierkante meter staat. Dus je moet kijken. Ja, en nogmaals, ik gaf het net ook aan, democratie heeft twee kanten natuurlijk. Hè, verplichting en rechten. En als inderdaad iemand verzoek doet om handhaving. Ik vind het ontzettend jammer, want ik denk van het voorziet in een maatschappelijk gebeuren. Het is goed voor de leefbaarheid, het is goed voor de saamhorigheid ook. En al, ik denk van het vindt overal plaats. Hè, en het gaat niet eens in feite nog vaak om de opbrengsten. Ja, want ik weet ook dat de pacht ook en al, dat is een schijntje. Ja, dus als je dan zoveel moet gaan betalen om iets te gaan legaliseren, denk van daar moeten we aan meedenken. Dat heb ik ook aangegeven. Dat hebben we ook afgelopen dinsdag in het college ook besproken. Kijken van hoe kunnen wij inderdaad de eigenaren, de gebruikers tegemoet komen, zodat die voor minder kosten, dat dan die procedure wel gevoerd kan worden. En daar komen we voor in gesprek. Maar als u mij nu vraagt, het is 1 juni geregeld, dan moet ik u teleurstellen, want ik durf gewoon niet te zeggen. Procedures kunnen soms langs, zeker als er dus bezwaar in beroep wordt aangetekend. Tegenwoordig rekenen we gewoon bij bestemmingsplannen, moet je minimaal 1,5, soms 2 jaar rekenen. Door bezwaar in beroep. Terwijl vroeger bijvoorbeeld in een paar weken tijd was zaken geregeld. En dat is eigenlijk een beetje de maatschappij waarin we nu in leven. En dat is dan heel vervelend. En zeker baart dat ons zorgen voor de gebruikers. En we hebben ook gezegd, we moeten ook oppassen. Want we hebben nog kernen waar ook volkstuintjes zijn. Dus laten we goed kijken dat daar niet hetzelfde gaat voordoen. Dat je die mensen ook op een gegeven moment teleur moet gaan stellen. In 2017 werd ik door Ko van der Bossen benaderd of ik samen met hem wilde proberen de stadsraad, die toen ter ziele was gegaan, min of meer, om die weer nieuw leven in te blazen. En samen met Ko heb ik dat met alle plezier gedaan. Het was vaak hard werken, maar het geeft dan ook vaak een voldaan gevoel als je wat bereikt. Nu ga ik inderdaad vertrekken. Ik zei al in het vorige aankondiging dat ik bijna 80 was. En dan op een gegeven moment vind ik dat jongere mensen mijn plaats moeten innemen. Wel heb ik in al die jaren iets gemist als voorzitter. En daarom wilde ik Patrick wat overhandigen. En dat is dat ding. Daarmee kun je inderdaad zorgen dat er wat stilte komt. En bovendien, het is multifunctioneel en bruikbaar, want je kunt er ook een bierflesje mee openen. Alsjeblieft. Dank u wel.